bijzondere vondst die hier in de grond. Terwijl we hier bezig zijn met een buis om te lezen van een sleer naar de andere sleer. En dan kan we iets bijzonders zien. Tot nota aan twee skeletten. En dan op een diepte van 3 meter. Dit zijn niet vondsten die je dagelijks dan wel wekelijks doet. Wat dat betreft is het echt een unieke vondst eigenlijk. En met name voor dit gedeelte van Friesland is het toch wel opvallend dat er op een volkomen onverwachte locatie zomaar menselijke graven worden aangetroffen. Dan ligt het hier onder een middeleeuwse dijk in een graf. Dus wij vermoeden dat het zo rond de jaartelling, vroege middeleeuwen, dat ongeveer de leeftijd is. Afgelopen week hebben wij inderdaad opmerkelijke vondsten gedaan die eigenlijk mijn hele verhaal van afgelopen vrijdag ondersteboven hebben gegooid. Ik kan nu zeggen dat het hier een massagraf betreft. En het betreft waarschijnlijk mensen die zijn gesneuveld tijdens de Slag van Boksem. De Slag van Boksem was een slag in de 80-jarige oorlog. En dan praten we eigenlijk om precies te zijn over 17 januari 1586. Aanwijzing die het ons voor 100% duidelijk maakte dat we daarmee te maken hebben is een schedel met een gat van een muskuskogel erin. En nou ja, dat hadden ze natuurlijk nog niet in de ijzertijd en dat wijst absoluut op de 80-jarige oorlog. Het gaat om een stuk of 6-7 mensen waar we over spreken. Een gedeelte wordt gewassen, de onderdelen waar we DNA uit hopen te halen, zoals bijvoorbeeld grote schedels met tanden, die zullen we niet wassen en die gaan naar een echte specialist. We hadden natuurlijk gehoopt op misschien wat kleerresten die hier en daar bewaard zouden kunnen zijn. Misschien gespjes van schoenen of wat dan ook. Maar daar hebben we nog helemaal niks van gevonden.